het klinkt misschien heel cru of heel hard, maar sommige mensen denken dat ze me ermee pakken of zo. Als ze een beetje lelijk over mij praten. Ja. Maar ik krijg gelijk allemaal de winketering. Nou, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Wat Goed, onze eigen positieve podcast. Ja, nou, en eer, kijk eens voor je. We hebben helemaal vanmiddag een Franse... Ja, ik ruik het al. Ja, Franse borrelplank. Wat is het allemaal? Ja, dat is vreselijk. Daar zitten allemaal van die stinkkaarsen bij. Helemaal erg. Oh ja, die helemaal uitlopen, zoals deze. Oh, ja, kijk, en dat vind ik nog wel lekker. Dit maar... is een Franse pâté en dat is foie gras. Foie gras. Ja, dat kan eigenlijk niet, hè? Ik weet niet wie dat verzonnen heeft. Nou ja, weet je, ja, ik vind het eigenlijk ook niet. Nee, ik vind het niet kunnen. Nee. Heb jij wel eens gezien hoe die beesten behandeld worden? Ja, tuurlijk, vreselijk. Ja, dat is niet om aan te zien. Toen ik dat gezien had, dacht ik, oh, nou, dat ga ik nooit meer doen. Dan gaan ze helemaal door die halzen van die ganzen. Een paar keer per dag, hè? Vreselijk. Helemaal mee eens. Ja. Nou ja, en... dus dat eten we sowieso niet. En maar, deze, dit is een Marcelin. Die. Oh, die. Met die blauwe aders. Ja, dat zijn blauwe aders. Oh ja. Ja, die... waar is de brie? Is dit brie? Nee, was er nou maar gewoon brie? Of een lekker gewone normale camembert? Maar dit is allemaal... deze, die, als je hierin gaat snijden, gaat het helemaal zo, helemaal uitlopen. Zo. Oh, dat vind ik altijd wel lekker. Oh, nou, dan gaan we straks dat eventjes doen. Oh, dat ga ik zo doen. Maar waar is... Ik mis nog wat. Wat? De wijn. Oh, de wijn. Wacht eventjes, de wijn. Oh, wat erg. Dan neem ik ook twee lepeltjes mee voor op te slaan. Want oh, die liggen er ook niet. Ja. Ik ben bang dat ik val. Ja. Ja. Oh, wat erg. Nou, even glazen. Ja, ik wacht wel even op je. Blauwe glazen, want het is leuk zomer. Ja, blauwe glazen. Ik ga vast even smeren. Ja, hier. Kijk, dit is... Oh, dit lacht mij wel toe. Helemaal. Ja, dit lacht mij wel toe. Ja, dat is die uitloop. Die uitloopkaas. Ja, dat is lekker, joh. Oh meid, wat een kaart. Daar gaan we straks even over hebben. Ja, ongelooflijk, hè? Oh, de wijn. Nou, dan vergeet ik de wijn. Daar hebben we nog niks aan. Ja, nou, wacht even. Wil je een eierdopje of zo? Ja, nou, doe maar lekker met twee eierdopjes. Nou, oké. Oh, dat zijn er wel drie. Want ze zeggen ook altijd dat het heel goed is. Als het zo heet is buiten, dan is het juist lekker een wijntje. Zo. Ja, dan moet je veel drinken, maar geen wijn. Ja, wel wijn. Lekker. Ja. Nou ja, het is alweer ruim een week geleden van mijn moeder dat we de uitvaart hadden. En, ja, we zaten gisteren in de auto. Wat gaat dat toch hard. En we zeiden, god, het is alweer een week geleden. Ja. Het is... hoe gaat het nou met je? Ja, heb je nou... Mij gaat wel goed. Ja, ik denk wel heel veel aan er en zo. Dus het is net of als iemand van de aarde weg is of ze dan gewoon in je lichaam zitten, zeg maar. Weet je wel, je hebt zo het gevoel van ze gaat de hele dag een beetje zo met me mee. Dat had ik meteen al. Ja, nee. En je hoeft natuurlijk nou niet meer elke dag ernaartoe. Nee, dat is dan wel weer lekker. Want dat was toch ook wel een soort druk. Weet je, als je er dan weer bent, is het leuk. Maar je hebt het ook druk. En dan denk je, oh ja, ik moet naar mijn moeder toe. Want anders slaapt ze alweer. Want ze ging natuurlijk zo vroeg slapen. Ja. Nou ja, en moet je luisteren, lieve mensen. Kijk eens hier op tafel. Het is ongelooflijk. Wat een hoop kaarten en berichten via social media. Zo lief allemaal. De mooiste kaarten kwamen langs. Nou, hier ligt een hele stapel. Die konden we nog niet eens... uitstallen, want dan zien jullie ons niet meer zitten. Ik heb hier een paar... Nou, zal ik er gewoon eens een voorlezen? Hier bijvoorbeeld deze. Ja. Vind ik ook een hele mooie. Kijk, met een kruis van een oude tak. Ja, van een oude tak. Nou ja, daar staat bijvoorbeeld op. Vond ik ook een mooie uitdrukking. Leven is als sneeuw. Je kunt het niet bewaren. Dat is ook mooi, klopt, hè? Dat is zo. En troost is dat oma Jenny er was. Uren, maanden, jaren. En dat is het ook. Daar moet je meer op focussen. Dat je haar, dat we haar zo lang hebben gekend. En dat we zoveel lol hebben gehad. Ja. En dat is wel wat nu overheerst. Leven is als sneeuw. Ja. 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 Je kunt het niet bewaren. Heb je er nog één om voor te lezen? Dit vond ik ook zo'n mooi kaartje. Kijk, zo mooi lichtblauw met goud. Ja, dat is een kreet die zie je heel veel op die kaartjes. Die had ik nog nooit gehoord, maar vond ik ook heel mooi. Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. En zo is het nu ook, hè? Zit gewoon van binnen. Ja, je zei het zo. En die herinneringen zitten in je hoofd, dus... Moet je luisteren. Sorry. Geef mij die hele stapel eens, dan kunnen de mensen thuis. Want we kunnen namelijk... Je kan ons natuurlijk ook zien, hè, op kijk.nl. Ja. Dan kan je ons niet alleen horen, maar ook zien. Het is te veel. Ja, hier. Nou, ook. Nou, kijk eens, mensen. Hier. Kijk, moet je kijken. Ja, en dan allemaal nog uitgestald. Hele stapel. Zo lief. Zo lief. Zullen we het op de grond gooien? Ja, leg ik maar daar neer. Oh.
Nou, ja. Oké, laat maar liggen. Nee, zo lief. Dat mensen de moeite nemen om de condolences te sturen. Super, bedankt daarvoor. Ik ga ook nog even een filmpje maken om iedereen te bedanken. Dat zet ik dan op mijn Insta. Ja, en nog even terugkomend. Vorige week hadden we natuurlijk Caroline van der Plas. En die had ook zo'n prachtig verhaal over haar geliefde Jan. Ja. Ik ben benieuwd wie we vandaag hebben. Want ik ook. Het is namelijk zo dat wij hebben een gouden envelop. En in die gouden envelop, wij weten dus niet wie wij straks gaan inbellen. En er staat ook gelijk op de achterkant de dilemma. Zal ik hem al pakken? Ja, waar is die nou? Nou, hier, geheim plekje. Ja, nou, ik ben zo benieuwd. Ik vind het toch wel leuk. Ik vind het ook eigenlijk leuker voor ons dat we niet weten wie we straks gaan. Ja, ik wil het ook niet weten. Nee. Is het een man? Is het een vrouw? Is het... Er zijn wel grote letters staan. Ziet hij goed? Is het... Nou! Oh! Daar wilden we het juist nog over hebben vandaag. Hoe spreken zij Rachel, hè? Rachel Hazes. Oh, nou wat leuk. Nee, want zij was van de week in het nieuws. Daar gaan we het straks over hebben. Ja, nou, oh ja. Staat er niet een dilemma? Ja, en het dilemma. Nou, lees eens voor. Ja, let op. Of vanaf nu nooit meer muziek van je lieve man luisteren. Of je loopt de rest van je leven stage op de afdeling oncologie, net als BN'ers in het ziekenhuis. Oh ja, dat heeft ze aan meegedaan. Ja. Oh, dat is ook een goeie. Dat heeft ze aan meegedaan. Ook ben heel benieuwd wat zij gaat kiezen. Ja, wat leuk. Nou, we gaan straks bellen, maar we gaan eerst nog naar wat anders, hè? Weer een vrouw. Even kijken, we hebben nou al 3 vrouwen gehad en 1 man. Dat was Gordon. Ja, en de rest waren allemaal vrouwen. Ja. Nou, leuk. Helemaal leuk. Ja, we gaan beginnen, Erika. We gaan beginnen Oh, wacht even. Ook zit iemand tegen de stoot. Ik neem ook eerst even een slokje. Nou, meid, op de zomer, hè. Wat is het heet? Jeetje, Mina, het zweet staat in je naad. Nou ja, ons persoonlijke nieuws, hè, van deze week. Ja. Goede nieuws zelfs. En nou ja, we hadden natuurlijk... daar was jij niet bij, maar ik mocht mee met Bachelorette, heet dat tegenwoordig. Nou, gewoon vrijgezellen party. Dat heet gewoon vrijgezellen feest. Maar tegenwoordig heet dat Bachelorette. En jij was er niet bij. Nee. Wij gingen dus eerst in een hele grote roze limousine. Knalroze. Het was een Hummer. Was het een Hummer? Het was een Hummer. En wij gingen helemaal over de snelweg. En zelf zit je achter een zwart raam, dus niemand ziet je zitten. Maar we zagen wel mensen die aan het filmen waren en die helemaal aan het kijken waren, ook door de stad. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Het was echt leuk. Nou, in Amsterdam even wat een soort high tea. En toen gingen we op een boot. We hebben wel 3 uur door de grachten gevaren in Amsterdam. Nou, ik was al, weet ik veel hoeveel jaar niet in Amsterdam geweest. En zo leuk. Ja. En het ziet er allemaal zo keurig uit vanaf het water. Dat zo zei mooi. Je. En al die bruggetjes waar je onderdoor gaat. En wij zwaaien naar mensen zo, weet je wel. Die mensen zwaaiden terug. Want die zagen natuurlijk wel aan die ballonnen en zo die er allemaal op zaten. Dat ze was aan de hand zwaaien. Aan de hand. En Maxime zat natuurlijk met zo'n nepsluiertje, weet je wel. En zo'n sjerp om. Ik zag het op een foto op de media. Ja. Maar ja, moet je luisteren, wacht even. Want jij draaft heel erg door. Wat gebeurde die dag? Maxime die kwam gewoon hier al binnenlopen om 22:30. Want wij hadden haar gezegd dat wij die dag Chateau Meiland zouden draaien. Want zij mocht natuurlijk niks weten. En dan zouden die meiden, die zouden dan allemaal voor aan de weg gaan staan. Dus zij komt hier binnen en nou hallo. En mijn nicht Tineke kwam nog eventjes, want die gaat de bloemen verzorgen voor haar huwelijk. En we zitten zo te praten. En dan zei ik, kon je wel vermoorden. Dat komt op het eind natuurlijk. Maar ik zeg er nu alvast, ik kon je wel vermoorden. Ja, ik weet Gaat het. Zij gewoon zeggen waar Maxime bij is? Ja, wat een spannende, dat is de vrijgezellenparty vandaag. Nee, het ging heel anders. Wat dan? Tineke zei tegen mij... Wat heb je een leuke broek aan? Nee, ik zei zelf van, ik heb een witte broek aan. Er zitten nou al vlekken in. Ja, ik heb nooit een witte broek aan, want dat blijft niet lang goed. En ik zeg maar, ja, ik moet natuurlijk wel, ik moet me wel een beetje netjes aankleden. Want we hebben natuurlijk vanmiddag vrijgezellenfeest. Nou ja, voordat ik het wist, was het eruit. Ik had het ook helemaal niet eens door dat ik het niet mocht zeggen. En jij hoorde het net, want jij kwam net van binnen naar buiten. Nou, kreeg ik de wind van voren. Ja, vind je het gek? De hele lol was eraf. Vrijgezellenparty, zegt ze Maxime. Oh, wat gaan we doen? En ik hoop zo dat we gaan varen. Nou, dat kwam natuurlijk uit. Dat kwam uit. Maar dat was natuurlijk niet leuk. Nee, Erika. Weet je. Nooit is, kan je mond Ik kan geen geheimen bewaren. Nou, dat was superleuk deze week. Nou ja, en we gaan natuurlijk steeds meer naar het huwelijk toe. Dus er komen steeds meer van dat soort dingetjes. Gisteren hebben we dus hebben we de taart geproefd. Er kwam een meisje, zo leuk, die heeft sinds kort een eigen bedrijf. En die maakte allemaal prachtige taarten. Ze had ook een boek bij zich waar dat dan allemaal in stond. Ja. En had ze een aantal cakejes meegenomen met verschillende smaken. En dan mochten we allemaal proeven.
Ja, het was zo leuk en lekker. Ja, het was echt heel lekker. We gaan niet vertellen. Het was nou het enige wat we misschien als tipje van de sluier. Sluier, dat is heel toepasselijk. Ja, heel toepasselijk. En dan is dat de taart wordt een vrij luchtige taart, niet een zware taart. Want we gaan ook nog eten. Ik zeg, joh, moet je luisteren, als wij straks een hele machtige taart krijgen, dan hoef ik geen vreten meer. Nee. En we krijgen 4 gangen, hè, zei Maxine. Ja, 4 gangen krijgen we. Dus ik zeg, krijgen we een soepje? Want dat vind ik heet, hoor. Ja, zei soepie. Krijgen we dan een soepie? Ja, krijgen we een soepie, zei ik. Maar dat krijgen we niet, zei ze. Nee. Oh, maar dat is misschien een amuse. Oh ja, en amuse. Dat is ook Frans, hè? Amuse. Ja. Moet jij nog een beetje van die doorgelopen kaas? Ja, maar ik mag niet met volle mond praten. Ach, tuurlijk wel. Wel, waarde pas wel. Nou ja, in ieder geval, dat was hartstikke leuk. Nou, en wat natuurlijk ook heel positief persoonlijk nieuws is deze week, is dat ons zwembad bijna klaar is. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, want het wordt echt mega. Volgende week hebben ze het over 36 graden. Dus dan kunnen wij ons helemaal laten zakken zo helemaal zo in dat water. Oh, kijk er nou al naar uit. Weet ik ook. Kan u wachten. Heerlijk. Oh, tik jij eens even op tot glas. We gaan naar een nieuwe rubriek. Ja. Wat goed! Nou, goede berichten. Ja, elke week nemen we opvallende goede berichten mee. Nou ja, wat moet je luisteren? We hebben haar natuurlijk net uit die envelop getrokken. Ja. Rachel Hazes. Ja. Nou, wat was er nou in het nieuws? Onze vriendin Caroline van der Plas, die heeft het helemaal voor haar opgenomen. Die vrouw die wordt zo vaak zo niet leuk in de media neergezet. Ja, hoe kent zij haar dan? Zij zaten in dat programma, in dat ziekenhuis. Oh, op die oncologie. Oh, dat klopt. Ja, dat was Caroline ook. En zij kent haar van dichtbij. Zij zegt, het is een hele lieve, aardige vrouw. Oh. Nou, ik geloof Caroline. Want Caroline is oprecht en eerlijk. Die gaat echt geen onzin uitkramen. Nee, dat doet zij niet. Oh joh, is dat zo? Ja, inderdaad, mensen zeggen vaak van, wat is ze bruin? En wat praat ze Rotterdams of zo, hè? Ja. En dat ze met zoveel mogelijk geld probeert binnen te harken van de dood van André van Hazes. Ja, nou, mensen hebben toch altijd wat te zeiken. Ja, het is vreselijk. Oh, nou, dat is leuk om te horen. Dan ga ik er ook anders naar kijken. Ja, want je kent iemand inderdaad alleen maar van die bladen. En wij gaan er straks met haar helemaal persoonlijk bellen. Ja, wij gaan met haar bellen. Oh, leuk. Er was nog meer. Even denken, wat was er nou nog meer? Wat een goed nieuws. Ja, er was nog meer goed nieuws deze week. Oh, dat was helemaal niet leuk. Nee, joh. Wat dan? Die Willem van Hanegem van vroeger van Feyenoord. Die van jou walgt. Die walgt van mij. Ja, maar dat is ook zoiets. Die helemaal kent jou helemaal niet. Misschien zouden jullie wel heel gezellig aan de bar kunnen zitten. En keihard lachen samen. Ik en mijn vader waren en zijn nog steeds op heden, ondanks dat hij dit vermeld heeft, fan van Willem van Hanegem. Wij zaten elk weekend in de Kuip, helemaal bij. Oh ja? En ze noemen hem de Kromme, hè? Dat is de bijnaam. De Kromme, had die kromme benen. Jij de Lama, ik de Lange en bij hem, de Kromme. Oh, de Kromme. Hij schoot op met een effect. Met effect, zo die bal. En dan ging dat soort in een kromming. En, En het, Jou is het een soort held van vroeger. Ja, en hij was getrouwd, weet ik nog wel, met Truus. En toen was het een hele schok bij ons in huis. Want toen ging Willem van Hanegem ging scheiden van Truus. En toen hebben ze elkaar jaren niet gesproken. Oh. En na 35 jaar hebben ze elkaar, zijn ze weer met elkaar, vind ik zo mooi, verzoend met elkaar. Okay. Helemaal. Ja. Willem van Hanegem met Truus. Ja. Ja. Nou, zo zie je maar. Nou ja, daarom. En misschien, misschien heeft zij dat ook wel helemaal niet zelf gezegd. Dat geldt ook voor Estelle Cruijff. Die reageerde toch ook op dat jij had gezegd van dat ze niet zo aardig reden. Dat komt gewoon uit het boek. En misschien, weet je, dan halen ze dat weer naar boven. Maar misschien heeft zij dat helemaal niet zelf gezegd. Ja. En het is toch ook allemaal helemaal niet belangrijk, joh. Nou ja, wacht even. Ik moet even slokken, want ik heb nog heel goed nieuws. Nog meer goed nieuws? Moet je luisteren. Sarina Wiegman. Zeg jou dat wat? Ja, dat weet ik toevallig. Dat is de trainer van het vrouwenvoetbal. Tenminste, vroeger in Nederland. Ik zag haar op tv. Ze zit nu in Engeland. Zij zit in Engeland. Daar is zij nou trainster geworden. En ik had avond van mijn leven. Jij was weg. Zeker weer naar een vergadering van de raad. En ik zat te kijken naar het voetbal Engeland tegen Noorwegen. Wat denk jij? Nou? 8-0 gewonnen, die meiden. Ik vond het zo leuk voor Engeland. 8-0. Ja, maar weet je wat ik nou zo raar vind? 8-0, dan ben je toch niet aan elkaar gewaagd? Want waarom zie je dat bij mannenvoetbal niet? Is dat het 1-1, 1-2, 2-3, 1-3? Weet je, dat is toch wel het maximum. Daar zie je toch nooit 8-0?
Waar zit dat in? Jij moet dat weten. Jij kijkt altijd voetbal. Ja, misschien hadden ze de dag niet, die Noorwegense meisjes. Nou, dan hadden ze de dag wel heel erg niet. Of er zijn, normaal heb je ook spelertjes op de banken, noemen ze dat. Dan zit je op de bank. Ja. En misschien waren er wel meiden die heel goed konden voetballen en die corona hadden. Misschien wel de... Centaurus. Centaurus. Nou, en dan gaan die meiden die niet zo goed komen, die moeten dan op het veld. Dat dan kan. Hadden ze dat er wel bij gezegd. Oh. Wat is er positief aan? Nou ja, dat ze gewonnen hebben. Ja, het is wel leuk, 8-0. Dan maak je ze echt in, hè? Meid, ik moet even dit een beetje afdoen. Joh, wat is het heet? Oh, meid, mijn oren zijn helemaal warm. Ja. Het is zo heet. Normale mensen doen dit gewoon in de winter op als het 10 graden vriest. Wij zitten gewoon met 25 graden buiten met die dingen op. Huh? Ik heb nog meer goed nieuws. Oh, wat zo? Henny Huisman. Oh ja. Die is overgrootvader geworden. Dat is leuk. Want hoe oud zou hij zijn? Nou, Henny, ja, met telefoon. In 70? Zou ik mijn telefoon even pakken? Ja, nee, joh, laat maar. Hij is natuurlijk ouder dan wij. Nee, ik wil het weten, Erika. Ja, 68 is nou hij wel. Wat denk jij eens na? 68, veel oude meid. Ze hebben dus een kleindochter, Emma. En die heeft met haar vriend Maurits hebben ze dus een baby gekregen. Ja, dat is natuurlijk wel superleuk. Even kijken. 71. Oh 71. Ja, dat dacht ik wel, zo rond de 70. Hij is van 51. Maar luister, als wij nou 71 zijn, stel jij bent 71. Ja. Dus dat duurt nog 10 jaar. Ja. Dan is kleine Claertje is dan 15. Nou, dat gaan wij dus niet redden. Wij zijn dus al ver in de 70 als Claertje ooit de kinderen krijgt. Ja, nou, dat zou toch kunnen, hè? Het kan nog wel, ja. Ja, dat kan. Wat zou dat enig zijn? Ja, leuk. Hoe zou ons leven er dan uitzien? Zouden we hier dan nog wonen? Nou, hoop het dat wel. Dat zeker. Nee, Erika, jij natuurlijk helemaal grijs. Ja, jij bent toch grijs en ben ik natuurlijk ook helemaal grijs. En hebben we heel veel rimpels. Wat denk je? Mijn hele gezicht is dan krakkelé. Helemaal met krakkelé. En dan loop jij natuurlijk heel krom. En dan zitten we bij het zwembad met die kinderen en zeggen, wil je een boterhammetje? Ja, met smeerkaas. En trouwens, dan is Maxime al oma. Ja, dan is Maxime. Dat is ook gek. Nee. Jawel, want ze is nu moeder en dan is ze oma. Alles schuift weer op. Alles schuift op. Oh, ik hoop dat ik het meemaak. Ja, ik hoop. Het zou wel leuk zijn. Weer uitbreiding van de familie, hè? Dat vind ik leuk. Ja. Nou, in ieder geval, Henny Huisman, van harte gefeliciteerd. Ja, van harte gefeliciteerd. Superleuk. Ja. En je vrouw ook gefeliciteerd. Zo leuk, ja. Nou, en dan had je ook nog ergens op een concert in Amsterdam... had je Harry Styles. Oh ja, is dat niet die gozer die altijd van die jurk aan doet met ketting en zo? Oh meid, ik ken die hele Harry Styles niet. Ik had ze nog nooit van gehoord. Volgens mij zei dat. Die heeft altijd hele aparte kleding aan, maar dan vrouwenkleding. Oh. Toch? Ik heb geen, weet ik niet. Maar luister, ja, er was een man daar in het publiek. En dan ging hij tegen die man zeggen, hallo, zeg maar, hallo Kees. Kees, nou, je dochter is lesbisch. Nou, oh ja. Dat sommige mensen vinden. Ik vind dat ook heel vreemd, ja. Ja, maar dat meisje had het dus aan hem gevraagd. Dus hij doet iets wat dat meisje wou. Dus in die zin is het natuurlijk wel heel... Ja. Heel sympathiek dat je daar ruimte voor maakt in je show. Want voor dat meisje was het blijkbaar heel erg belangrijk. Ja, voor dat meisje was het heel belangrijk. Van Harry Styles is het natuurlijk wel sympathiek. Want dat meisje wilde het graag en dat heeft hij gedaan. Dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. Zou jij bij iemand geout willen zijn? Nee. Ik vind dat niks. Ik zeg dat gewoon. Ik zei dat zelf. Ja, dat zeg je gewoon. Tegen jou en tegen Jaap en dat is denk ik voor speciale. Ja, maar dat is denk ik voor speciale situaties. Dat je zeg maar niet het gevoel hebt dat je daar gewoon mee naar buiten kan komen. Binnen je familie of je gezin. Ja. Dat is het, denk ik. Ja. Ja, ik begrijp dat toch niet zo goed. Maar ja, je hebt natuurlijk wel gezinnen waar dat niet geaccepteerd wordt. Ja, dat begrijp ik ook niet. Maar dat is dat toch schijnt een drempel nog steeds zo te zijn. Ja, dat schijnt nog steeds zo te zijn. Dat moeten we eens een keer afleren met z'n allen. Ja. Hey, zal ik ook wat nemen? Ja, het is lekker hoor, die kaas. Ik vind het zo stinken hier. Ja, het smaakt wel lekker. Nee, dit is ook lekker. Pâté? Ja. Nou, oké, doe ik een toastie pâté. En dit is die grove pâté uit Frankrijk. Ja, maar die moet ik niet. Die vind ik zo grof. Oh. Nee, ik hou van fijntjes. Waarom ligt die telefoon voor jou hier? Nou, moet zo kappig. We gaan naar de dilemma's. We gaan naar de dilemma's. Er zijn weer mensen die hebben een videoboodschap ingestuurd. En we gaan kijken wat ze voor dilemma voor ons verzonnen hebben. Ja, de eerste die we gaan zien, die heet Hazel. Een aparte naam, joh. Hazel. Ja. Goedemiddag Martine en Erika. Voor jullie positieve podcast heb ik een dilemma. En dat dilemma luidt als volgt.
of nooit meer naar Frankrijk, of nog een extra jaar in de bijstand. Ik ben heel erg benieuwd welke jullie kiezen, maar mij niet bellen. Oh, mij niet bellen, zegt ze. Nou, wat een leukert. Ja. Oh ja, nooit meer naar Frankrijk. Nee, nou, dan maar een jaar niet, of nooit meer naar Frankrijk, want ik ga niet nog een jaar in de bijstand. Nee. Nee joh, en weet je wat het is? Ik bedoel, er zijn zoveel landen om naar de zoet te gaan. Ja, dat ja, vind ik ook. En ik weet je, in de bijstand, ja. Niet dat wij vroeger in de bijstand hebben gezeten, maar wij hebben jarenlang gewoon heel erg op ons geld gelet en zo. We waren altijd aan het rekenen en zuinig aan doen om te sparen voor iets. Ja. En nou zijn we bijna 60 en nou kunnen we een beetje de teugels laten vieren. En dat is ook wel weer fijn. Ja. Ja. Dan maar niet naar Frankrijk. Nee, dan gaan we toch leuk naar Engeland. Of we gaan naar, weet ik veel, Denemarken. Schijnt ook prachtig te zijn. Engeland. Daar zou ik nog wel een keer heen weer naar Engeland. Nou, zo'n leuk... Enig. Want je kijkt natuurlijk altijd Escape to the Country. Nou, dan zie je al die prachtige gebieden in dat Engeland. Heuvelachtig, mooie natuur. En dan kom je in zo'n dorpje heel en dan heb je daar een hele leuke Engelse pub helemaal. Ja. En Engelse cottages. Cottages heet dat. Cottages. Allemaal lage plafonds heb je dan allemaal helemaal. Ja. En vaak rietse daken, zo helemaal. Heel leuk, en dat is een grote open haard. En dat is een kleine deurtje, zodat je een beetje zo moet bukken. Ja, dat je moet bukken, anders stoot je je smoel. En ruitjesramen. Ja, ja, ja. Nee joh, dan gaan we gewoon naar Engeland. Wij gaan naar Engeland. Ja. Ja. Wij gaan naar nummer 2 van... Mirella. Mirella, ja. Mirella. Hoi Erika en Martien. Ik heb ook een dilemma. Voor Erika, zou je liever mijn collega willen zijn op de IC? Of ben je liever kok in een restaurant? Oh. Collega op de IC. Of een kok in een restaurant. Nou, ik ben benieuwd wat jij dat eerste, dat lijkt me zo'n verantwoording. Dan denk ik, dat durf ik niet. En dat tweede, dan denk ik, dat kan ik ook niet. Nee, dat klopt. Ik kan niet koken en dan moet je elke avond moet je werken. Ja, dan gaan mensen één keer bij jou eten en dan denken ze, ik weet het niet, maar ik ga daar nooit meer heen. Het was niet te nift. Dan kan ik misschien beter dat doen, dan word ik gauw ontslagen. Dan ben ik er vanaf. Ja, doe dat maar. Nee, ja. Maar wacht even, ik moet natuurlijk wel kiezen. Ja, voor Mirella. Dan kies ik denk toch voor de IC. Want weet je wat het is? Voordat je er staat, word je natuurlijk opgeleid. Ja, je wordt begeleid. Je weet wat je doet, je wordt er begeleid. Dat is natuurlijk wel een heel mooi beroep in die zin. Dat je mensen kan helpen. En dat ze dan op een gegeven moment inderdaad ontslagen worden uit het ziekenhuis. En dat je ze weer blij naar huis ziet gaan, omdat ze zich weer goed voelen. Ja, dan kies ik toch daarvoor. Ja, ik vind dat ook een van de dankbaarste beroepen die er bestaan. Ja, dat is een mooi beroep. Ja, vind ik ook. Goed zo, Mirella, ik kies voor het eerste. Dus ik moet nog even studeren, maar dan kom ik je helpen. Nou, we gaan naar de derde. Dat is een dilemma van Tim. Dag Martien en Erika. Mijn naam is Tim uit België en ook hier wordt jullie podcast bekeken. Qua aflevering op tv lopen we een beetje achter, dus jullie podcast is ideaal om up-to-date te blijven. Hier mijn dilemma voor jullie. Ofwel, 5 dagen lang alleen maar wijn drinken en niets anders mogen drinken of eten, zelfs geen klein borrelapje. Ofwel, 5 dagen lang alles eten wat je maar wil, maar enkel maar water mogen drinken. Succes! Nou, Tim, dat is niet zo moeilijk. Tuurlijk, dat tweede. Ik kies ook voor het tweede. Nee, maar anders word ik heel erg ziek. Vreselijk. Dan sta je gewoon te trillen na die 5 dagen. Of was het, wat zei die nou? 5 dagen? Nee, moet je luisteren. Dan kunnen ze moeten ze mij naar het ziekenhuis brengen. Ik ook. Dat heet volgens mij al coma zuipen. Nee, dat doe ik niet. Nee hoor, ik wil dan gewoon dan maar water. Ja. Ik drink altijd water. En dan mag je eten wat je wil, zegt hij. Nou, moet je luisteren, Tim. Nou, dit was een hele makkelijke voor ons. Ja. Maar wel leuk dat hij helemaal vanuit België reageert. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook. En wat leuk dat... Ik wist helemaal niet dat de mensen ook allemaal gingen kijken ik in ook België. Niet. Dat wist ik ook niet. Niemand vertelt ons wat. Maar kijken ze dan ook op kijk.nl? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Zou ze alleen luisteren dan? Via Spotify. Tim, doe je nog een keertje mee en leg het dan eens uit. Hoe dat zit in België. Kijken jullie dan naar kijk.nl? Nou, dat zal wel niet. Tim! Oh, Tim is al weg. Tim is al lang weg. Oh, die is al naar huis. Nou ja, laat maar gaan. Nou ja. Nou, maar luister, we moeten eentje kiezen. Hè? Want elke week krijgt het leukste dilemma. Die mag kiezen of het boek van jou of van mij. Ja. Nou, en, wie vind jij? Nou, ik heb er één in mijn hoofd. En ik zal het eerlijk zeggen. Wacht, ik moet even denken. Die eerste was natuurlijk Van Hazel. Ja, dat was van... Oh ja, Frankrijk of... Bijstand. Oh ja, nee, ik kies voor 2. Want ik vond het wel een hele moeilijke. Ja. Ja. Oh, Mirella. Mirella. Mirella krijgt het boek. Laat maar weten en dan gaan we hem naar je toe sturen. Ja, precies. Ja. Nou ja, als je dus een leuk dilemma voor ons weet... dan kan je gewoon mailen naar dilemma@watgoed3e's.nl. Ja, precies. Ja, en we hebben straks natuurlijk nog een dilemma voor Rachel, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Dat is leuk. Ja. Zij weet natuurlijk van niks. Nee. Dus ik ben benieuwd wat zij gaat kiezen. Ja, ik ook. Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, moet je luisteren. Erika, wij moeten door. Wij moeten door. Ja. Wij gaan namelijk door met de zogenaamde rubriek Positief Roddelen. Ja, positief roddelen. De roddelbladen staan natuurlijk allemaal vol met schandalen en met ellende en negativiteit. Nou, dus het is hoog tijd, wordt het ook een keertje om het positief te bezien van de BN'ers. Ja, en eigenlijk zit overal een positief randje aan. Ik vind het wel jammer dat het in het nieuws te weinig benadrukt wordt, hè? Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk ook met gewoon nieuws. Weet je wat ze zeggen? Wel eens goed nieuws is geen nieuws. Nou, in deze podcast dus juist wel. Ja. Want wat hebben we gelezen over Katja? Katja Schuurman. Nou, joh, die heeft een hele nieuwe liefde ontmoet. Nou, hartstikke leuk. Volgens mij is hij een jaar of 29, als ik het goed heb. Ja, en, Niek heet hij, Niek. En zij is 47, dus dat scheelt 18 jaar. Schelen 18 jaar. Nou, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Ik bedoel, ja, dat vinden ze dan weer een te groot leeftijdsverschil. Ja. En gaan ze daar allemaal weer over muiten? Dan denk ik, nou, die meid die is gelukkig. Die heeft 2 leuke kindjes. Nou, en dan hebben een nieuwe liefde. Ja, ik bedoel, als je verliefd wordt op iemand, ja, dan gaat jouw hele lichaam trillen. En dan kan je dat niet stoppen. Dan kan je niet uitschakelen. Dus ik vind het leuk. Ik vind het leuk voor Katja. Het zou jij leuk. Het kunnen? Kan je met een heel jong iemand? Nou, dan even kijken. Ik ben 58, dus dan zou het iemand van 40 zijn. Nou ja, dat is dan nog wel te doen. Ja. Maar nee, ik vind het niet aantrekkelijk. Ik vind het leuker als iemand gewoon uit je eigen tijdzone ook komt. Weet je wel, dat je herkenning hebt van, oh ja, wij keken vroeger naar Q of zo. Ja. Weet je wel, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat je een beetje op één lijn zit. Ja. Ja, en ouder, dan zit ik aan dan is die 76. Nou, dat lijkt me nou ook geen aanrader. Nee, dat zou ik dan helemaal niet aanbevelen. Nee, dan maar jonger. Dan maar jong, ja. En weet je, je hebt ook, dat zeggen ze wel eens, dan heb je jonge mensen, maar die hebben dan een oude ziel. Ja, dat klopt. Je hebt wel eens mensen dat je denkt van, je bent veel wijzer dan je leeftijd. Ja, dus dan kan dat ook een met zijn. En misschien heeft Niek dat wel met Katja. Ja, en misschien is zij jonger van gedacht. Dat kan toch ook dat zij nog meer houdt van partyen en weet ik het allemaal. Dat zij dat nog leuk vindt. Lijkt mij ook wel een party. En dan kan het natuurlijk heel goed matchen. Ja, de tijd zal het leren, maar voor toch. Nu... Is het leuk voor haar? Wat maakt het ook allemaal uit? Maar trouwens, die Helene van Rooij heeft dat toch ook? Ja, die heeft dat ook. En die gaat al jaren met elkaar. Ja, dus dat is gewoon een hele goede match. Ja, dus Helene van Rooij. Ja, klopt. Nou, en dan hadden we natuurlijk ook weer... Die lag ook weer zo onder vuur. En dan denk ik, mensen. Die Danny de Munk. Oh, die Danny de Munk. Oh, die heeft natuurlijk... Die is beticht van verkrachting... En toen heeft hij ook daarna gewoon eerlijk gezegd... nou, ik ben inderdaad in het verleden met dat persoon vreemd gegaan. Nou, en dan denk ik... wat allemaal vooroordelen. Laten we dat eerst eens afwachten allemaal hoe dat gegaan is. Nou, ik ben blij dat Danny met zijn vrouw en zijn gezin... helemaal lekker gezellig op vakantie is. Ja, ze hebben gelijk. Ze moeten dat samen uitpraten... en samen moeten tot een oplossing komen... Ja, precies. Een lekker wijntje drinken en gezellig. En goed praten met elkaar. Precies, dat is heel belangrijk. En dan kom je er altijd uit. Ja. Ik hoop het voor. Nou, meiden, had je ook nog vreselijk die Ria Valk. Weet Ria je dat? Valk, met de huidkanker. Ja. Dat komt steeds terug. Maar ik dacht vroeger al, huidkanker, dat zit bovenop. Dat snij je dan weg en dan is het klaar. Maar daar kan je wel aan overlijden als het naar binnen groeit. Het is wel gevaarlijk. Het is gevaarlijk. Ze had het nou in het gezicht. Oh ja, dat is helemaal naar. Ja, dat is heel naar. En ik was altijd fan van... Bij ons thuis vroeger als kind hadden wij een ouderwetse platenspeler. En dan hadden wij de LP van Ria Valk. En dan zat bosjes op mijn bosjes. Breitjes op mijn dijtjes, carbonades en salades op je bil. Ja, bosjes op mijn bosjes. Ja, en dat liedje Leo... Je bent vannacht weer dronken geweest. Ja. Je ging me daar tekeer als een beest. Oh, ik vond het zo leuk. Wij gingen allemaal polonaise lopen. Zo dan hadden jullie wel een paar borrels op, denk ik. Nee, wij waren kinderen. Oh, ja, maar de vader en moeder hop ze er ook mee, of niet? Dat denk ik wel. Joh. Mijn moeder die dronk altijd Koeberg ijs. Weet je wel, dus je had het van geen vreemde? Nee, ik heb het van geen vreemde. Mm. Nee. Nou, weet je, Ria, wij wensen jou al het goede. En ik weet gewoon zeker, jij bent een hele positieve, ingestelde vrouw. Dus dat komt helemaal dat goed. Dat denk ik ook, ja. Meid, hou je taai. Ja. Wat goed! Nou ja, en dan gaan we natuurlijk elke week kiezen wij de leukste BN'er van deze week. Ja, dat klopt. En daar had ik wel een leuk ideetje voor. Nou. Ik las namelijk dat André van Duin, die heeft een nieuwe liefde. Ja. Ja. Vind ik zo leuk voor André. Ja, dat vind ik ook. Dat gunt iedereen hem denk ik heel erg. Want hij had zoveel verdriet van het overlijden van Martin. En, ja.
Heel mooi dat hij de liefde weer heeft gevonden. Fernando. Ja. Oh, Fernando. Fernando, 61 jaar, als ik het goed heb, hoor. Als ik het goed heb. Hoe oud is André dan? André, ja, André is een stuk ouder. Ja. Een stukje ouder, klopt. Leuk. Nou, en het leuke is, ze kenden eigenlijk elkaar al 40 jaar... Oh, nou, ja? En ja, hoe dat precies gelopen is, dat weet ik natuurlijk niet. Ook uit het wereldje? Uit het wereldje, oh, ja. Volgens mij ook iets met dansen te maken in het verleden samen. Iets met dansen. Nou, en dan denk ik, wat fijn voor André. Weet je, alleen is maar alleen. Ja, dat is zo. Hij miste dat ook heel erg. Ja. 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 Oh ja, dus ze zijn hun leven zijn zeg maar uit elkaar gegaan. Zijn ze allebei met een partner. En die Fernando is wel van zijn partner af. Dat is dan weer het... Ja. Het zwarte randje eraan, maar goed, misschien is dat ook in goede harmonie gegaan. Dat weet je toch niet. Maar voor André is het in ieder geval en voor Fernando ook heel goed nieuws. Dat klopt. Helemaal blij. Ja. Ja. Oh, moet je luisteren. Ik haal even deze twee kaarten weg, want straks komt Rachel in beeld. En dan zie ik haar helemaal niet. En ik vind het leuk om haar te zien. Ja. Oh, daar is ze. Daar is ze. Hebben we ook geluid? Geen geluid. Oh, ik ben daar zo dom. Ja, hij doet zo. Zie je ons ook? Ja. Sorry hoor. Nee, maar het geeft niet. Hi. Hallo, goedemiddag. Hallo. Hi. Hoe is het? Warm. Ja, allemaal goed. En met jullie ook? Ja, heerlijk. Ja, we zitten hier rot te zweten hier, zo niet. Plakkerig. Het is plakkerig. Ja, wij ook hoor. Wij kunnen ook niet wachten dat we zo naar buiten kunnen gaan. Lekker hè. Waar ben je nou dan? Ik ben heel even naar mijn zus gereden. Oh. Want ik ben echt, ik wil alles doen, maar ik ben een soort digibeet. Oh, ja, ja, ja. Dus ik denk, ik moet even hulp hebben van mijn neefjes. Ja, dus, dat is wel fijn. Dus ik ben naar huis gereden, even om dit. Dus daarom dacht ik, oh nee, hè, als dit nou ook niet lukt, dan... Het is helemaal goed gekomen. Mijn hulplijnen zijn dan op. Ja, dat hebben wij ook al. Hè. Wij schakelen onze kinderen ook al in als het ons een beetje boven de pet gaat. Maar dan voel je wel een beetje oud. Hè. Je schuift een stukje op dan. Ja. Ik denk dat het en met leeftijd te maken heeft, maar ook, daar liggen ook mijn interesses niet. Dus, nee, dat kan als ook. Als ik er twee dagen voor ga zitten, begrijp ik het allemaal wel. Ja, dat klopt ook. Je hebt er geen zin in. Dan denk je, nou, laten zij het maar doen. Ja, veel makkelijker. Ja, wij zijn natuurlijk bezig al voor de vijfde keer met een positieve podcast. Ja, en we hebben gewoon een paar leuke vragen voor jou. Ja, nou ja, allereerst willen we graag... Nou, allereerst willen we graag weten, wat is jouw positieve nieuws van deze week? Dus van de afgelopen week. Nou, wat ik heel erg mooi vond om te lezen, is dat er nu in Zuid-Korea bestaat er nu een behandeling tegen tinnitus. En tinnitus is de oorzaak. Ja. En daar heb ik zelf heel veel mee te maken gehad met oude dree, om maar even zo te zeggen. Oh ja. En ja, dat je dan eigenlijk zo'n jongen aan het woord ziet die dan eigenlijk... uitzichtloos in het leven staat en dat er dan nu een behandeling bestaat zodat zo'n jongen deze behandeling kan ondergaan. Het is dan wel Zuid-Korea, maar dan denk ik, ja, het is wel mooi als dat zou lukken en dat zo'n jongen dan nog vele jaren van zijn gezin zou kunnen genieten. Dus daar kan ik heel blij van. Oh ja, daar heb ik niks over gelezen, maar dat is inderdaad een vreselijke ziekte als je dat hebt. Dan hoor je dus de hele dag een bepaald geluid. Nou, daar word je helemaal gek van. Ja, vreselijk. Ja, en die jongen zat ook te vertellen dat hij echt, en ik herken het wel van oude Dree, want die werd er ook helemaal gek van. Maar die had zelfs was al bezig met zijn euthanasieverklaring. Snap ik. Ja, en het was echt een jonge man. Dus dan denk ik, ja, dat vind ik het echt fijn als zo'n behandeling bij zo'n persoon zou aanslaan. Ja. We hadden ook een jong kindje, misschien 3 jaar of zo. En dan denk ik, ja, jeetje, dat is toch geweldig als zo'n man geholpen kan worden. Ja. Nou ja, en dat komt dan ook vanzelf natuurlijk naar Europa, neem ik aan. Hè, dat ze de mensen hier ook kunnen helpen. Als die kennis er eenmaal is, dan is dat een kwestie van verspreiden. Nou, dat is mooi nieuws inderdaad. Ja. Fantastisch. Nou, wat leuk om te horen. En wat goed trouwens. Nou, Rachel, wat vind jij zelf jouw allerbeste of mooiste eigenschap? Nou, ik denk dat, dat ik wel positief en opgewekt in het leven sta. En ja, dat wel een van mijn mooiste eigenschappen is. En dat, ja, dat ik ook wel voor de mensen die het dan verdienen, hè, om het maar even zo te zeggen, dat ik altijd wel klaarsta om mensen te helpen en dat ik graag problemen op wil lossen. Dat is een hele mooie eigenschap. Nou, absoluut. Ja, want wij hoorden ook dat toen Caroline COVID had, Caroline van der Plas, die had corona. En toen heb jij meteen contact opgenomen van meid, moet ik even boodschappen voor je doen en zo. Ja.
Ja, maar dat meende ik wel oprecht. En ook al had ze ja gezegd, nou, ook al had ze gezegd, doe maar dan om de dag, had ik het echt gedaan. Want het is een hele leuke, innemende vrouw. Waar je ook Leuk, hè? Dus ja, ik had een hele goede klik met haar. Ja, ja, dat zei ze. Ook, ja, leuk. Ook. Ja, wij ook. Wij vinden het ook een heel leuk mens. En ze doet het goed in de politiek, dus ja. Nou ja, dat het heel belangrijk is dat zij... dat zij enigszins de politiek ook een beetje leuk maakt en ook voor iedereen bestaanbaar maakt. Want ik meestal met politiek, misschien klinkt dat een beetje dom, maar dan zijn het allemaal van die zware gesprekken. Dan denk ik, nou, ik ben bij de derde regel alweer vergeten wat je bij de tweede regel bedoelde. Allemaal van die wollige taal waarvan je denkt, waar gaat dit heen? Ja, ik heb het bijvoorbeeld met die Sigrid Kaag. Dan denk ik, wat praat die vrouw moeilijk en raar. Ja, ja, klopt. Dat spreekt heel veel mensen niet aan. Nou, weet je, gewoon bij mij, je hebt een Janneke-taal en dan begrijp ik het ook. Ja, dat vind ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, en gewoon meteen tot de kern komen. En waarom zou je zoveel omheen babbelen? Ja, dat is alleen maar zonde van je tijd, toch? Ja, dat klopt. Ja. Nou, heb jij nog een vraag? Ja, ik heb een hele leuke vraag. Tenminste, dat vind ik zelf altijd een leuke vraag. Wanneer ben je op je allergelukkigst? Oh ja. Dat zijn vaak hele kleine dingen, maar dat... Ja, ik weet bijvoorbeeld van mezelf. Ga ik straks vertellen tegen Rachel. Oh. Nou, ik denk dat ik het allergelukkigste ben als ik met mijn dierbaren ben. En dat er dan hele mooie verhalen boven tafel komen. En dat iedereen dan zichzelf mag en kan zijn. Dus eigenlijk in een ongedwongen sfeer. Ja. Ik denk dat ik daar het gelukkigste van wordt. Ik denk dat jij dat ook hebt. Ja, nou, dat ik had wat anders. Maar wat dan? Ja, ik word altijd het allergelukkig als ik in bed lig. Als ik s'avonds, dat heb ik ook. Als ik mijn dekbed open doe en ik ga liggen en ik doe het zo over me heen en ik leg dat hoofd op s'avonds. Dat kussen, denk ik, oh. En wat, zo. Ja. Maar wat Rachel zegt, wij hebben dat natuurlijk ook met die meiden in onze schoonzoons. Ja, dat zeggen wij ook altijd. Wat is het toch leuk als ze dan weggaan. Dan zeggen we, wat is het leuk, al die verhalen van iedereen. En, en ze hebben ook hele verschillende karakters. En dat is dan, dat is gewoon heel fijn als je zo met z'n allen bent. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik ook. Dan ook echt dat je jezelf kan zijn, weet je wel. Dus weet je ook, je wordt best wel een beetje geleefd. Ja. En ik vind het dan koppeling ben en... Ja, al zit je bij wijze van spreken in je pyjama broek of met je benen wijd. Maakt niet uit. Nee. In de goede zin je benen wijd. Hè? Nee, dat snap ik. Ja. Ja. Nou meisjes, dan heb ik ook nog... Om wie of wat moet jij altijd heel hard lachen? Nou, om wie ik heel erg hard moet lachen... Ja. Ja, dat is eigenlijk het eerste wat nu bij mij een beetje boven komt. Dat is toch wel heel erg om mijn neefje, Jarno. En om mijn zoon. Die zijn zo met elkaar, hoe die op elkaar zijn ingespeeld. En wat een humor die hebben. En zo baldadig. En ja, daar moet ik wel heel erg om lachen. We zijn nu even een week met elkaar allemaal naar Spanje geweest. Oh, leuk. En als ik dan zie hoe die twee... Ja, eigenlijk, het is zo onschuldig en een beetje baldadig. Ja. Maar het is wel heerlijk om die twee zo... vrolijk te zien. En daar kan ik ontzettend om lachen. Wat leuk. Dat snap ik, Ja. Die zijn natuurlijk ook heel veel bij elkaar geweest in de jeugd. Zo stel ik me zo voor dat ze elkaar heel goed kennen. Dus ze weten precies van... die doet die zegt dat. En dan... zijn twee broertjes. Want die zijn eigenlijk met elkaar opgegroeid en bij elkaar natuurlijk gaan wonen. Nou ja, Jarno is natuurlijk op een gegeven moment voor André gaan werken als tourmanager. Oh ja. Dus weet je nou werkelijk alles van haar. Ja, precies. Dat schept een hele mooie band. Oh, leuk, ja. Hé, luister, wat doet kritiek met jou als persoon en trek je het erg aan? Of gaat het gewoon het ene oor in, het andere oor uit? Ja, precies. Ja, ik zeg heel eerlijk, in het begin had ik daar echt heel veel moeite mee, omdat je het eigenlijk voor iedereen altijd maar goed wil doen. En ja, het klinkt misschien heel cru of heel hard, maar sommige mensen denken dat ze me ermee pakken of zo. Als ze een beetje lelijk over mij praten. Ja. Maar gek genoeg doet het mij helemaal niks meer. Nee, nou, wees blij. Goed, hè, ja. Het is wel eens dat ik gebeld word of dan mijn buurtjes wat zeggen. En ja, weet je, die kennen mij dan ook. En ja, wij moeten er eigenlijk alleen maar om lachen, omdat het nog niet een gedeelte bij de waarheid komt. Dus en tegen een leugen kan je niet wapenen. Nee, dus dat klopt. Helemaal waar. Nou, ik heb nog een vraagje. Maar de laatste, want zij wil naar buiten, want het is bloedheet. Vind ik zo leuk, want jij komt uit Rotterdam, heb ik begrepen. Ja. Dat wist ik niet. Maar dan kan jij natuurlijk heel leuk plat Rotterdams praten. Want Maxime die doet dat wel eens. En die kan, die komt natuurlijk helemaal niet uit Rotterdam, maar die kan het leuk nadoen, denk ik. Maar kan jij iets zeggen in heel plat Rotterdams?
Nou, zou ik dan gewoon zeggen, krijg lekker allemaal de vinketering. Oh ja. Krijg allemaal de vinketering met zijn natte thee. Ja, ja, zo leuk. Ja. Leuk. Nou, meid, ik wil je hartstikke bedanken. Oh, een dilemma! Oh. Joh! Oh. Ja, we moeten een dilemma nog doen. Nou, luister goed. Je moet kiezen. Of vanaf nu nooit meer muziek van je lieve man luisteren. Of je loopt de rest van je leven stage op de afdeling oncologie, net als BN'ers in het ziekenhuis. Zo, dat vind ik wel een hele moeilijke dilemma. Want ik zeg heel eerlijk, ik vond het heel mooi om dit programma te mogen maken, maar ik vond het ook heel zwaar. Ja. Dus, maar ja, André's muziek vind ik ook weer mooi. Jeetje. Moeilijk, hè? Ja. Daarom is het ook een dilemma. Ja, moeilijk. Ja. Ik vind dit ook de moeilijkste van allemaal. Ja, ik vind hem ook moeilijk. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat ze gaat zeggen. Ja, dan denk ik toch, nou, en ik wil echt André niet beledigen en niet tekort doen, maar ik ga denk ik dan voor niet meer muziek luisteren van André. Met pijn in mijn hart. Ja, ja, ja. Maar ja, heel erg wat ik nu zeg. En misschien breekt het als hij boven komt dat hij nou zegt van kleren wij waar we dat. Nee, maar ik kan die keus maken, sorry. Ja, okay. Want dan doe je natuurlijk heel goed werk mee. Precies, ja. En dat zou André ook waarderen. Dus als je boven komt, is er niks aan de hand. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Dat is een mooie keuze. Nou, lieve schat, ga lekker naar buiten. Geniet van het mooie weer. Dankjewel. En een lekker weekend. Voor je positieve input. Bye bye. Okay. Doei. 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 Nou, wat leuk. Nou, leuk. Zo krijg de vinketering. Ja, krijg de vinketering. Nou, het is toch enig. Ja, leuk. Nou, we hebben alweer de afsluiter. Wacht even. Nou, is het snel gegaan, Erika? Ja, we hebben alleen nog een afsluiter. Nou, dat weet je al van mij. Ik kon jou wel vermoorden, omdat jij toen natuurlijk dat een uur voordat Maxime met die meiden op de vrijgezellenparty, dat je het eruit flapte. Ja, sorry. Mea maxima culpa. Wat betekent dat? Nou ja, alle schuld is van mij, ligt op mij, maxima culpa. Ja. Nou ja, ik kon jou vanmorgen wel vermoorden, hè? De hele week ging het goed. Oh, wat erg. Ja, het is echt vreselijk. Ik was naar de vuilnisbelt geweest. Ja, ook hier gaat dat gewoon door. Dus ik kom aanrijden met mijn karretje. Hij was de kussenbox. Hè, dat is voor de tuinkussens, dat is een box. Nou ja, dat ding moet je dan ook nog in elkaar zetten. Dus daar was hij mee bezig. Dus hij had al die spullen voor de garage liggen. En ik moest langs de garage rijden. Dus ik stop. Hij gaat alles naar links doen tegen de garagemuur aan. Nou, op een gegeven moment blijft hij stil rechtop staan. Dus ik denk, okay, ik rijd heel langzaam gewoon. Ik rijd door, zet hem onder de carport. Ik stap uit. Ik zeg, god, wat is dit nou? Gewoon één deel dus van die box, een zijkant, ben ik gewoon helemaal overheen gereden. Helemaal verbogen. De wielafdruk stond erop. Ja, helemaal verbogen. Nou, ik was zo pissig. Ik dacht, ik moet eerst naar binnen, want anders sta ik niet voor mezelf in. Nee, nou, ik vond het ook heel erg. Maar ik hoop dat je het goed gaat maken. Waarmee? Nou ja, je bent hem nu in elkaar aan het zetten. Dus ik hoop dat ik het goed terug kan buigen en dat ik er straks niks meer van zie. En dan kan ik je ook een complimentje geven. Maar nu nog niet, Martin, voor deze week. Ik denk, jij gaat zeggen, krijg ik vanavond witlof hamkaas? Want dat ga ik vanavond maken voor jou. Oh, dat is wel heel lekker. Nou ja, moet je luisteren. En ik was natuurlijk ook heel erg blij met jou deze week. Want jij hebt de bovenkant van dat huisje waar de apparatuur voor het zwembad in zit, was helemaal begroend. Helemaal groen van de jaren van het vuil. En dat heeft ze helemaal schoongemaakt met azijn. Het ziet er prachtig uit. Het was urenwerk. Je kan naar de hemel kijken nu. Ja, weer. Klopt. Heel leuk. Nou, dank je. Nou, ik heb het graag gedaan, want het was echt een klusje waar je voldoening van krijgt. Dus, nou, dan zijn we aan het einde gekomen van de podcast van deze week. Dus, lieve mensen. Lieve kijkers en luisteraars. Wij wensen jullie een heel mooie week met lekker weer. Lekker weekend eerst. Met dat prachtige weer. Ja, en dan zijn wij er volgende week vrijdag weer. Ja, toch? Helemaal goed. Oké. Au revoir. Au revoir. Doei. Wat goed!